Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Het is vandaag mijn verjaardag en mijn verjaardag. Ik ben vandaag op de kop af 46 geworden. Ik word echt een oude lul, word ik jongens. Ik word echt een oude lul. 46 jaar alweer en ik ga vandaag een hele speciale video opnemen. Ik ga twee vlogs opnemen en tussen die twee vlogs ga ik een derde vlog opnemen. En hoe dat allemaal gaat, hoe dat allemaal in zijn werking gaat, dat gaan jullie binnenkort zien op It's Ultrex. De vlog ga ik vandaag opnemen met Joost en met Kevin. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En jullie gaan precies binnenkort gaan jullie precies zien wat het inhoudt. In ieder geval ben ik jarig vandaag, 46 jaar geworden. En still going strong, hè? Still young and still going strong. Weer een nieuwe mijlpaal, hè? Weer een nieuwe chapter 4.6. Ik word echt oud, jongens. Ik word echt oud. In ieder geval ben ik jarig vandaag. Ja, we zouden dus eigenlijk naar de Efteling gaan. Maar ja, mijn abonnement is niet geldig. Dus we kunnen helaas deze week, dit weekend kunnen wij niet naar de Efteling toe. Want alle abonnementenhouders die kunnen dus niet op hun abonnement dit weekend gaan. Maar ik heb dus dit in gedachten. Toch weer even wat anders. Toch weer wat leuks. Ik ga toch twee leuke dingen doen vandaag. Ik ga lekker nog niet vertellen wat het is. Want dat moet natuurlijk wel een verrassing blijven natuurlijk. Maar jullie gaan een uniek kijkje achter de schermen. Gaan jullie krijgen binnenkort op mijn kanaal. Dan ga ik laten zien aan jullie. Voor de rest ga ik er nog niet veel over vertellen. Moet natuurlijk een verrassing blijven. Maar de verjaardag is ook een beetje, het is een beetje een rare verjaardag. Hetzelfde als vorig jaar. Geen feestje, geen visite, geen mensen over de vloer. Twee mensen over de vloer. Maar dat is dus Kevin en Joost en daar gaan we ergens naartoe. Want het is nog steeds corona. Dus we kunnen niet echt een feestje geven om mijn verjaardag te vieren. Dus dan gaan we maar mijn verjaardag op een andere manier gaan we mijn verjaardag maar vieren. En normaal doen we dat altijd in de Efteling altijd. Maar dat gaat nu niet. Dus ik heb weer wat heel anders verzonnen. En ik heb weer eens een keer een nieuw ideetje gevonden. En dat is dus dat dat jullie een uniek kijkje achter de schermen gaan krijgen van hoe mijn dag op mijn verjaardag eruit komt te zien. Een speciale video. Ik heb het nou al een klein beetje verraaien. Maar jullie gaan een beetje zien hoe een kijkje achter de schermen is bij It's Ultrex. Hoe nemen we een vlog op? Hoe gaat het precies allemaal in zijn werking? Jullie gaan het allemaal vanzelf wel zien. Ik ga veel te veel spoileren weer. Dus, maar in ieder geval de moeite waard om te blijven kijken op mijn kanaal. Want het wordt echt een hele leuke vlog. Wordt het. Daar ben ik zeker weten van. Daar weet ik gewoon zeker. En blijf gewoon kijken op mijn kanaal, jongens. Laat even een berichtje achter in de comments. Feliciteer me eventjes met een berichtje achter in de comments. En 46 jaar alweer, jongens. De tijd vliegt nog 4 jaartjes. En dan zie ik Abraham. En dan hoop ik dat ik over 4 jaar wel een leuke verjaardag kan. Dat ik een leuke verjaardag kan vieren met de jongens, want ik wil bij mijn 50ste verjaardag, dat is toch apart, nu wil ik een speciale wil ik dat vieren en een speciale verjaardag ervan maken. Dus voorlopig zitten we nog met de corona. ik uh, ik uh,
Ja, ik vraag mij af of dat we over 4 jaar er vanaf zijn. De tijd zal het leren, in ieder geval. In ieder geval ga ik hem neerleggen. Ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik er zo weer vandoor. Dan gaan we zo weer 3 vlogs dus opnemen. 2 normale vlogs en 1 vlog speciale. Dus ja, ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. En dan zou ik weer zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Feliciteer me eventjes met mijn 46e verjaardag. En ja, het belletje is ook heel erg belangrijk. Want dan worden jullie als eerste op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Jongens, groetjes van deze kant. En ja, neem een extra glaasje. Neem een extra stukje taart voor mij. En ja, vier mijn verjaardag maar gezellig mee, zou ik zeggen. Bedankt voor het kijken. Groetjes. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.